Ik ben natuurlijk niet voor niets wandelcoach geworden. Het is heerlijk om buiten te zijn en ja, ik merk, zoals nu, dat het ontspant en ik word er rustig van. Maar ik krijg er ook energie van en allerlei nieuwe ideeën. En ik merk dat ook bij mensen die ik coach. En ik vraag me af, wat heeft de natuur nou dat het allemaal zo'n goede effecten op ons heeft? Ja, dat is een goede vraag. Maar eigenlijk weten we het nog niet zo goed. Hè? Je zou soms wel denken, het is de kleur groen, maar dat is het niet. Het is meer dan dat. Een van de dingen die zeker ook een rol speelt, is wel dat je, als je in een natuurlijke omgeving bent, die is altijd anders dan de vertrouwde omgeving waar je werkt of woont. Dus je wordt minder herinnerd aan verplichtingen en nare dingen. Dat is iets wat ook een rol speelt, maar het is nog weer meer dan dat. En natuur is toch iets groots, iets overweldigends. Want het was er al voordat je geboren werd, het is er nog als je doodgaat. Het roept een soort gevoel van nietigheid op en een soort van eigenheid. Uh-huh. En aan de andere kant, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is ook de fascinerende werking van natuur. Landschappen, bomen, alles, bloemen, vlinders. Het trekt je aandacht zonder dat het moeite kost. En dat is heel speciaal. Dus je blik wordt gezogen, maar je hoeft er geen moeite voor te doen. Ja, maar hoe kan dat dan? En daar beginnen we nu wel steeds meer aanwijzingen te komen dat het waarschijnlijk iets te maken heeft met de vormen van de natuur. Die zijn wel grillig, maar er zitten ook steeds herhalende elementen in. Het zijn herhalende, grillige vormen. We noemen dat fractaal. Ja, en op de een of andere manier lijken wij daar positief op te reageren. Ons perceptuele systeem verwerkt die informatie makkelijk. Dat geeft allemaal positieve gevoelens. En ja, volgens veel mensen is dat dan wel iets, een soort restantje van onze evolutie in de natuur. Onze hersenen, onze ogen, hè, ons hele systeem is in de natuur ontstaan en is daar ook op afgestemd. Maar dat laatste is niet helemaal zeker. Oké. Hey, en heb je een voorbeeld daarvan? Kun je dat laten zien? Ja, we zitten midden in al die voorbeelden. Ja, hier, elke boom is een heel goed voorbeeld van een fractale structuur. Deze hierachter is wel een goed voorbeeld, want die zit nog niet zo in het blad. Dus dan zie je heel goed die takkenstructuur. En dan zie je dat eigenlijk de vorm van de hele boom, als je daar boven die middelste tak daar rechts neemt, dat is eigenlijk weer dat boompje, komt helemaal weer terug als je dat zou uitvergroten. Ja. En hoe verder je inzoomt, hoe meer je dat krijgt. Nou, natuurlijk, op een gegeven moment houdt het op, want een boom is eindig. Maar en dat is een heel goed voorbeeld. Oké, dus een tak is weer een kleine boom en een blad is weer een kleine boom. Als je het weet, zie je het, maar we zijn ons daar niet van bewust. Oké. Gaat sommige mensen die denken wel dat het uiteindelijk iets te maken heeft met onze evolutionaire geschiedenis. Dat het een evolutionair bepaald iets is, maar ja, dat is nog echt wel speculatief. Dus we weten niet hoe het komt, maar we weten wel dat het werkt. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Wil je alles weten over het wandelcoachonderzoek? Kijk dan op de website van Agnes van den Berg, natuurvoormensen.nl, of op mijn website, coachbureau.nl.